Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video vandaag ga ik je vertellen over dingen die ik niet wist over de zwangerschap, maar waar ik zelf achter ben gekomen en die je echt moet weten als je zwanger bent, zwanger wil worden of weet ik veel wat, dat je net weet dat je zwanger bent. Want het zijn aardig wat dingetjes waarvan ik dacht, oké, dat wist ik niet. Nummer 1 die ik niet wist en je moet weten, dat is dat je een ander eetpatroon krijgt. Dat klinkt misschien een beetje gek, want heel veel mensen weten dat je een ander eetpatroon krijgt. Maar ik geloof er niet zo in. Ik dacht, mensen denken dat ze zwanger zijn. Ze gaan altijd eten wat ze willen. Maar je hebt dus echt een heel ander eetpatroon op basis van dingen die je echt niet kan eten en niet naar achter krijgt. Ik kreeg bijvoorbeeld geen bananen en geen pindakaas naar achter, terwijl ik het normaal echt elke dag at. Waardoor mijn hele eetpatroon eigenlijk veranderde. Sommige dingen lustte ik gewoon niet meer en dat had ik echt niet verwacht. Nummer 2 die ik niet wist, dat was dat je een andere lichaamsgeur kan krijgen. Door de hormonen kan je lichaamsgeur dus gewoon veranderen. En ik vind dat echt een nadeel, want je geur verandert wel heel erg en die wordt ook heel erg sterk. Maar je lichaamsgeur krijgt gewoon, een andere geur. En dat is gewoon heel gek, omdat je al je leven lang gewend bent aan je eigen geur. Nummer 3 is dat je strié krijgt op hele andere plekken. Ik dacht namelijk dat je alleen strié met de zwangerschap ging krijgen op de voorkant van je buik. Maar ik heb het dus in mijn zij gekregen. Om mijn borsten, wat ik ook niet had verwacht. En op de bovenkant van mijn bovenbenen, omdat er waarschijnlijk meer gewicht op is gaan staan. En dit wist ik dus echt niet en ik zie het eigenlijk ook niet zo vaak voorbij komen. Nummer 4 is bloedverlies door sporten, beweging of niezen. Dit wist ik echt niet. Dit is bij mij wel gebeurd, wat echt totaal niet fijn was. Want ik stresste me eigenlijk helemaal, want bloedverlies als je rond 24 weken bent is nou niet al te best, niet echt een goed teken. Bij mij is het uiteindelijk gekomen doordat er een bloedvat is gesprongen in mijn baarmoeder tijdens het zwemmen. En dit is er later ook tijdens de dag uitgekomen. Dit wist ik dus echt niet en ik zou willen dat ik het had geweten, want dan had ik me ook wel echt heel wat minder zorgen gemaakt dan dat ik me nu maakte. Nummer 5 is ribben die beurs voelen. Ik had dus heel de tijd het gevoel alsof mijn BH dus echt super strak zat. Ik zat telkens mijn BH los te doen, terwijl ik al voedings-BH's had gekocht. Maar wat dus is dat al je organen gaan verplaatsen. En daardoor komt er ook druk op je ribben te staan. Dan kan je er last van krijgen. Maar ook omdat de baby dus heel erg hoog kan zitten en met zijn voeten tegen je ribben aan kan zitten. En toen ik dat wist, ben ik gelijk gaan douwen naar onder. En dat voelde echt als een bevrijding. Dus als je last van je ribben hebt, ga eerst even kijken of je je kind een beetje naar onder krijgt. Voordat je plat gaat liggen en denkt dat niks meer kan. Nummer 6 is vocht in je gezicht. Ik weet dat je meer vocht kan krijgen tijdens de zwangerschap. Daar heb ik ook veel last van gehad. Maar ik wist niet dat je zoveel vocht in je gezicht kon vasthouden. Ik dacht dus echt, zo, wat ben ik tijdens een week superveel aangekomen. Maar dat is eigenlijk best wel heel erg gek. Want 's ochtends vroeg had ik een heel ander gezicht dan aan het einde van de middag. En je kan dus gewoon vocht vasthouden in je gezicht. Ik heb echt meer zo'n onderkin. En hier vult alles zich op. En het is op zich wel prettig om te weten dat het vocht is en geen vet. Nummer 7 is vroeg lekkende borsten. Ik wist dus echt niet dat je als je al 23 weken zwanger was of 20 weken, dat je borsten al konden gaan lekken. Ik dacht echt, dat gebeurt aan het einde van je zwangerschap. Of als je kind net komt, dan is het logisch dat het dan mag lekken. Maar ik werd 's ochtends wakker en ik dacht in één keer, oké, dit voelt een beetje nat. Wat is dit, joh? En heel toevallig op precies allebei de plekken waar je tepels zitten. Dit wist ik dus echt niet en ik vind het wel heel prettig om te weten. Ik had het prettig gevonden om te weten dat het al heel erg vroeg kan gebeuren. Nummer 8 is naar je lichaam luisteren. Dat klinkt een beetje gek, maar ik heb best wel veel last van harde buiken. En ik heb zelfs last van harde buiken als ik lig. En ik wist niet dat kon, zeg maar. Ik dacht, als je gaat liggen en je hebt een harde buik, dan gaat het weer weg. Maar ik kreeg het dus terwijl ik lag. En dat komt omdat je beter naar je lichaam moet luisteren. Maar dat vind ik echt het meest verschrikkelijke ding. Dat ik dus niet wist en nu wel weet. En wat ik heel erg lastig vind. Omdat ik soms denk, wanneer ga je het wel door en wanneer moet je wel stoppen? Wanneer moet je even doorbijten, weet je wel? Ik vind het gewoon een hele lastige. Maar ik wist dus niet dat je dat zo ontiegelijk erg moest doen als dat ik nu doe. Want voor je het weet heb je alweer een harde buik. Nummer 9 is stalbenen. Ik wist dus niet dat je stalbenen kon krijgen. Dat is dus zeg maar het gevoel wat je had als je puber was. Dat je benen heel erg
raar aan gingen voelen. En dan had je van die groeibenen. Dat kan je dus ook hebben tijdens de zwangerschap. Daar had ik dus ook last van. En het voelde eigenlijk weer alsof ik weer een beetje terug was in mijn puberteit. Nummer 10 is meer cellulite. Ik wist dus ook niet dat je meer cellulite kon krijgen tijdens de zwangerschap. Het is bij mij best wel verergerd. Het is gewoon wat dieper geworden en er is meer gekomen. Maar ja, zoals je weet, doe je er helemaal niks aan. Nummer 11 zijn schurende bovenbenen. Ik had dus eerst nog helemaal geen last van schurende bovenbenen. Ook niet in de zomer. Terwijl ik wel flinke bovenbenen heb, ik had er gewoon geen last van. Nu heb ik dus gewoon met blaren tussen mijn benen gelopen. Waarschijnlijk omdat er gewoon wat meer spanning op staat. En omdat je huid, denk ik, gewoon sneller geïrriteerd raakt. Ik wist dus ook niet dat dat kon voortkomen uit een zwangerschap. Nummer 12 is buikpijn door je buikspieren. Ik heb dus echt heel erg veel last van gehad van aan het begin van mijn buikspieren. Ik had heel de tijd buikpijn, echt hele erge krampen. En ik wist niet waardoor het kon, maar dat kan dus als je hele sterke buikspieren hebt. En ik wist dus ook niet dat je je buikspieren minder kon gebruiken. Normaal als ik wakker word, namelijk 's ochtends vroeg, dan trek ik me eigenlijk op vanuit mijn buikspieren, gebruik ik mijn arm niet. Maar nu kan dat eigenlijk gewoon niet meer. Want je buikspieren worden wat weker en dan voel je het gewoon dat je denkt, ja nee, dit is niet zo heel erg handig. Maar ik wist dus niet dat je zoveel buikpijn tijdens de zwangerschap kon krijgen van je buikspieren. Nummer 13 is hijgen. Ik wist dat zwangere vrouwen regelmatig hijgden, maar ik dacht eigenlijk meer dat het kwam door de conditie. Omdat ze gewoon minder aan het sporten waren of meer mee te zeulen hadden. Maar ik wist dus niet dat het kwam doordat er meer zuurstof naar je kindje gaat, waardoor je zelf minder zuurstof hebt. Nummer 14 is warme voeten en handen krijgen. Ik had dus echt altijd best wel koude handen en voeten. En nu ik zwanger ben, zijn ze gewoon constant de hele dag warm. En dat is ook zo, als het gewoon koud buiten is, dan is het ook gewoon warm. En dat komt dus omdat er meer bloed door je lichaam heen. Nee, er gaat niet meer bloed door je lichaam, maar er gaat meer bloed naar je kindje toe, waardoor alles beter door bloed raakt of zo. Zoiets is het. Ik heb in ieder geval geen witte handen meer en witte voeten. En ik dacht, nou, dit is best wel prettig, maar als het heel erg warm buiten is, kan het wel wat minder fijn zijn. En de laatste is nummer 15 en dat is levensechte dromen krijgen. Maar niet alleen levensechte dromen, maar ook levensenge dromen. Ik heb dus best wel last gehad, of ik heb nog steeds best wel last van echt hele erge werkelijke dromen. En die zijn dan niet altijd even leuk. En dan kan het best wel heftig zijn. Dan kan je of jankend of heel euforisch wakker worden. Omdat je het gewoon heel erg meemaakt. En ik wist dus ook niet dat het kwam door je zwangerschap. Waarschijnlijk door de hormonen. Het schijnt ook wel dat mensen last hebben tijdens de menstruatie van dat soort dingen. Je kan gewoon met een soort hartaanval kan je soms wakker worden. Omdat je denkt, oh, dit is echt gebeurd. Ze zijn soms zo levensecht dat als je wakker wordt dat je denkt, is het nou echt gebeurd? Of was het nou een droom? Nou, dit waren de 15 dingen die ik niet wist en die je eigenlijk wel zou moeten weten voor je zwangerschap. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad of dat je het ziet en je denkt, nou, mooi dat ik dit weet, want ik wist het ook nog niet. Of dat je erin herkent, ik weet ook niet precies hoe je deze video ziet. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond om het te zien. Laat in de reacties weten als je een ander soort video wilt zien van mij. En je kan me volgen op Instagram, @RenskeMarianna. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei doei!